Thank you.
mag gaan zitten. Welkom. Welkom, lieve kok, Charles en Rolinka, Edwin, samen met Maud, Roland en Joost. De kleinkinderen, maar er horen ook achterkleinkinderen bij, maar die zijn niet hier. Maar in gedachten wel. En welkom vanmiddag. En we zijn vanmiddag bij elkaar gekomen om te danken voor het leven van Rob. Een leven waar afgelopen zondag, na 87 jaar, plotseling zo'n einde kwam. En Kokje verwoordde dat zo treffend. Het is zo onwerkelijk. En dat is het ook. En daar horen emoties bij, daar hoort ook het verdriet bij. Maar er hoort ook de dankbaarheid bij voor het leven wat je samen met Rob zo'n 65 jaar lang hebt mogen leven. En voordat we met elkaar deze dienst ingaan, wil ik heel graag met jullie ook een zegen voor de dienst bidden. En als we straks wat liederen laten zien en als u muziek hoort, willen we u vragen om vanwege de coronamaatregelen om dan niet mee te zingen. En ik weet uit ervaring hoe lastig dat is en hoe moeilijk dat soms is. Maar toch willen we dat vragen om dat ook te respecteren. Goed, ik wil jullie voorgaan in gebed. Heer, dank u wel voor deze middag, voor dit moment. Heer, dat we samen met familie en vrienden en met gemeente die via de stream meekijkt, Heer, mogen danken voor het leven van Rob. Dank u wel dat u in ons midden bent. Dank u wel dat u ook, Heilige Geest, de trooster bent in het diepe verdriet. Heer, en zeker op het moment dat we zometeen de woorden zullen horen die gedeeld zullen worden, dank u wel dat het woorden van dankbaarheid mogen zijn. Heer, we danken u wel dat u zo in ons midden bent. En dank u wel voor uw zegen in het bijzonder voor de familie, voor de kinderen, de kleinkinderen. Heer, we danken u wel dat u zo uw zegen geeft, uw rust en uw vrede over dit samen zijn. In Jezus' naam. Amen. Goed. Er staan 6 kaarsen rondom de kist. En ik vind het altijd wel een heel mooi symbool, omdat Gods woord zegt, waar Jezus zijn woorden zegt, ik ben het licht van de wereld. En dat is mooi als we ook dat licht van Jezus hebben mogen zien schijnen over het leven van Rob. Maar we willen dat ook nu symboliseren door deze kaarsen aan te steken. En ik wil Kokkie jou vragen samen met je kleinkinderen om dat te doen. Dank jullie wel. Ja, de dienst is samengesteld voor een heel groot deel door jullie, Kok, met de kinderen. En
We willen zo luisteren naar twee, ik zou willen zeggen, getuigenissen van Rolinka en aansluitend van Thijs. En na Thijs willen we een lied horen en laten zien van Sela, Ik zal er zijn. Rolink, mag ik jou uitnodigen? Wandelen, dat deed papa graag. Elke dag liep hij een rondje, vaak alleen. Afgelopen zondag, rond het middaguur, na een korte wandeling in de sneeuw die daar toen nog lag, met mama, Edwin en Maud, is papa plots in elkaar gezakt, vlak bij huis. Wat zijn we blij dat hij niet alleen was toen het gebeurde en dat hij niet heeft geleden. Ik kijk terug op zijn leven. Op 2 augustus 1933 werd papa geboren als tweede in een gezin van 7 kinderen in Amsterdam. Hij had 5 broers en een zus. Papa's kinderjaren heeft hij in Zandpoort doorgebracht totdat de hongerwinter uitbrak en hij met een jongere broer voor 1 maand of 8 naar Friesland moest. Na de oorlog kon hij terug naar zijn ouders waar zij toen in Haarlem woonden. In 1955 leerde hij mama kennen. Ze maakten samen deel uit van de jeugdgroep van de kerk. Het werd wel wat met die twee. Hij had zijn diensttijd er inmiddels op zitten en was nog bezig voor zijn onderwijsakte. In september 1959 zijn ze getrouwd en kort daarna naar Nieuw-Guinea vertrokken, waar hij vanuit de Nederlands Hervormde Kerk uitgezonden werd voor het onderwijs in Nieuw-Guinea. Dat was uiteindelijk voor korte tijd, want na een kleine 3 jaar moesten ze Nieuw-Guinea verlaten vanwege de overdracht aan Indonesië. Zo gingen ze terug naar Nederland, waar de familie hen weer met open armen ontving en eindelijk mij ook in real life kon bewonderen. Mama was toen hoogzwanger van Edwin, die kort daarna in januari 1963 werd geboren. Uit deze tijd stammen trouwens nog veel Papua-woorden die regelmatig in ons gezin in de tijd werden gebruikt. Al snel kreeg papa een baan in het onderwijs op de Prinsessenschool in Arnhem. Aanvankelijk als leerkracht, maar uiteindelijk is hij daar hoofd van de school geworden. Tot zijn vervroegd pensioen heeft papa daar gewerkt. In die tijd woonden we in de Karel Doormanstraat in Arnhem. En daar is ook Roland, mijn jongste broer, in april 1967 geboren. Met een scooter als vervoermiddel werd er regelmatig op en neer gependeld van Arnhem naar Heemstede, Haarlem, voor familiebezoeken en logeerpartijen. Ik weet nog goed dat er een tijd kwam dat papa, stiekem, rijlessen kreeg. Hij werd altijd net om de hoek van onze straat opgehaald door de rijschool, dus wij als kinderen wisten van niets. Op een goede dag maakten we met elkaar een wandelingetje door de straat als gezin en zei papa opeens, hé, wat een leuke auto. Even kijken of ik een sleutel heb die daarbij past, die daarin past. Ik hoor mezelf nog roepen, niet doen papa, dat mag niet. Maar het bleek ons nieuwe vervoermiddel te zijn. Een Diane Citroën met kenteken 5641 mm. Ik weet het nog goed. In 1975 verhuisden we naar de Lindenstraat. Tot op heden het vertrouwde adres van mijn ouders. Papa hield van muziek. Hij speelde gitaar, deed dat op school in de klas, maar ook in Huize Teuning werden muziekmomenten georganiseerd. Gitaar, ukulele, triangel, blokfluit, alles werd uit de kast getrokken. En wij waren een heus familieorkest. Onze ouders vonden ook een kerk waar ze zich thuis voelden. Deze gemeente, uiteindelijk de Hoeksteen genaamd, waren ze zeer toegewijd. Vele jaren hebben mijn ouders daar gediend en heeft papa ook leiding gegeven aan de gemeente. Met zijn onderwijskwaliteiten kon hij de gemeente goed dienen als herder en als leraar. Hij had de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan en heeft veel van die vrijgekomen tijd toen voor de kerk ingezet. Toen hij 65 jaar werd, ging hij als voorganger met pensioen. Er kwam meer tijd voor andere dingen, maar kringwerk en preken deed hij nog graag.
Voor ons als kinderen maakt hij ook altijd tijd. Hulp bij schoolwerk, samen met mijn broers met sio-montage liftconstructies maken die het hele huis doorgingen. En mijn vriendinnetjes kwamen vroeger maar wat graag bij ons thuis spelen, omdat ik een vader had die altijd grapjes maakte. Humor had hij zeker. Scherp is hij ook lang geweest. En zelfs de laatste jaren kon hij soms nog een verrassende scherpte tonen. En dat merkten we bijvoorbeeld in gedichten die hij maakte. Ja, gedichten. Die heeft hij tot op het laatst voor alle kleinkinderen en kinderen gemaakt. Op elke verjaardag kregen we er weer een met een persoonlijke tekst. Heel bijzonder. En van verrassingen hield hij ook. Als er een feestje te vieren was door mijn ouders, dan hield hij dat graag geheim dat ze gingen uitpakken. Daar werden we altijd mee verrast. Papa was altijd betrokken bij ons leven. Had veel belangstelling voor wat wij deden. Altijd bereid om te helpen met klussen. Ook hebben we heel wat wandelingen gemaakt en ik kon genieten van de goede gesprekken met mijn vader. Wat was papa trots toen hij in 1988 opa werd. Opa Rob. Onze kinderen hebben veel mooie herinneringen aan de fijne momenten die ze met hem hebben gehad en de leuke dingen die ze hebben gedaan. In mijn kinderjaren keek papa graag naar sport. Samen volgden we alle schaatswedstrijden op de voet en hielden de standen bij in een schriftje. Ook atletiek keek hij graag. En de afgelopen 15 jaar vond hij het maar wat leuk om langs de zijlijn van het hockeyveld te staan wanneer Luc een wedstrijd in de omgeving van Arnhem had. Maar het bleef niet alleen bij sport kijken. Ik denk dat hij rond zijn 50ste jaar de smaak van het hardlopen te pakken kreeg. Hij heeft in zijn 80ste levensjaar de 8 kilometer van de Midwintermarathon bij ons in Apeldoorn nog gelopen. Wat was ik trots op hem. Ook kwam er een mountainbike. En samen gingen papa en mama wekelijks naar de fitness voor hun fysieke onderhoud. Ik weet nog goed dat ik een keer met papa in de omgeving van Apeldoorn een mooie ATB-tocht heb gemaakt. Maar wat liet hij me schrikken toen hij op een gegeven moment over de kop ging. Hij kwam er gelukkig met de schrik en een paar schrammen vanaf. Samen met mama heeft hij, ik weet niet hoeveel kilometers op de fiets gemaakt. Ze fietsten de prachtigste routes, de laatste jaren op de elektrische fiets. Ook wandelen was iets wat hij graag deed, samen met mama of met vrienden of alleen. Ik denk dat het sinds 2016 is dat we merkten dat papa lang niet alles meer oppakte en veel dingen vergat. Een geriatrisch onderzoek gaf de diagnose milde cognitieve stoornis. Het ging heel geleidelijk, maar het werd wel langzaam wat erger. Het was met name voor mama vaak moeilijk. Nog in 2 minuten, als ze 's morgens een plan voor de dag hadden gemaakt, vroeg papa, zeg kok, wat zullen we gaan doen vandaag? Langzaamaan begon ook dat wat te winnen en leerden we daarmee om te gaan. Een jaar of 3 geleden wees een onderzoek bij de cardioloog uit dat papa een zeer ernstige hartklepvernauwing had. Vanaf dat moment bleef hij onder controle bij de cardioloog en ook de geriater wilde hem met regelmaat zien. Zijn hart heeft het nog heel wat jaren uitgehouden. Zijn actieve levensstijl en goede conditie zal daar zeker aan hebben bijgedragen. Woordpuzzels maakt hij graag. Hij heeft er heel wat versleten. De laatste maanden in de winterse coronatijd zijn er ook diverse puzzels gelegd. Dat vond hij een leuke uitdaging en deed hij samen met mama. Door de jaren heen zijn er heel wat vriendschappen geweest die veel voor papa betekenden. Wat genoot hij van de treinreizen die ze met z'n tweeën of met vrienden maakten door het land. Onderweg een hapje eten en koffie met wat lekkers mocht natuurlijk niet ontbreken. Hoe zoeter, hoe beter was het voor hem. Hoe bijzonder ook dat we op 26 september 2019 het 60-jarig huwelijk van mijn ouders met familie en wat vrienden hebben mogen vieren. En nu? Nu moeten we verder zonder hem. Het verdriet en gemis is groot voor mama,
voor ons als gezin, kinderen en kleinkinderen. We hadden een schat van een vader en opa. Als we hem kenmerken, lief, zorgzaam, behulpzaam, geduldig, bescheiden, niet veroordelend, geïnteresseerd in de ander, maar ook gestructureerd en punctueel. Hij was een intens dankbaar mens. Zachtmoedig, een woord dat we niet veel meer gebruiken, maar wat was het wezen van mijn, vader echt kenmerkte. We zijn enorm dankbaar voor zijn leven, voor het voorbeeld dat hij voor ons was. Ik sluit af met een gedicht dat ik van hem vond, een gebed waaruit ook veel dankbaarheid spreekt. Van u. De adem van mijn longen, Heer, het brood van mijn ontbijt, het huis dat wij bewonen en de uren van mijn tijd, het water dat ik drinken mag, mijn aardappels met jus, de fiets, de auto en mijn jas, het is allemaal van u. De boeken in de boekenkast, mijn schouder, arm en been, mijn ogen, oren en mijn neus, u gaf het mij te leen. Mijn geld op bank en in mijn zak, dat ik beheren mag. Het komt van u en het is genoeg, genoeg voor iedere dag. Ja, ook mijn leven en mijn hart, mijn vroeger, straks en nu. U legt ze zomaar in mijn hand en ik breng ze u. Alsjeblieft, dank u wel. Ik ga mijn best doen. Het is treffend dat deze week de sneeuw smolt. Ik doe hem zo opnieuw. Het is treffend dat deze week de sneeuw smolt. De sneeuw die de afgelopen weken zoveel vreugde heeft gebracht in deze rare tijd, die verdween. En in dat landschap moesten we de afgelopen week ook afscheid nemen van opa. Opa die zoveel voor ons, zoveel betekende voor ons en zoveel vreugde bracht. In de afgelopen week dwaalden onze gedachten vaak af naar opa. Alle leuke dingen die we hebben gedaan, gesprekken die we hebben gevoerd. We waren er, zeker als kind aan huis. Door hoe opa de afgelopen jaren was, zijn de herinneringen aan wie hij was in onze jeugd wat vertroebeld. Maar ze zijn er. Vele warme herinneringen. Als we aan opa denken, dan denken we aan oma. In veel van de herinneringen die de revue passeerde deze week, de logeerpartijtjes en uitstapjes die we maakten, had oma minstens zo'n grote plaats als hij. En dat was veelzeggend, zo veelzeggend voor wie hij was. Hoe hij naar oma kon kijken, oma op hand droeg en hoe hij haar altijd met liefde en respect, over haar sprak, is voor ons een voorbeeld. We hebben in opa Rob ook een ondernemende opa gekend.
de uitjes naar Burgers' Bush en het Openluchtmuseum, met de trein naar Deventer voor een museumbezoek, steppen met opa of erop uittrekken voor een mooie wandeling. Overal waar we kwamen, voorzag opa ons van leuke extra weetjes en feitjes. Maar ook in de vakanties hebben we veel samen opgetrokken. Bijvoorbeeld als we, de meivakantie in Zuid-Frankrijk doorbrachten. Het was altijd fijn om iets met opa te ondernemen. Opa was ook erg behulpzaam. Hij en oma hebben vaak op ons gepast. Het zij in Apeldoorn of in Arnhem. Maar er is een bijna legendarische vorm van opa's behulpzaamheid. Die kwam stevast boven tafel als we samen aten en het tijd was voor het dessert. En vooral als er kaneelijs op het menu stond. Dan hielp opa ons graag een handje door de gevleugelde uitspraak: ik neem al wat er overblijft. En nu is hij plotseling niet meer bij ons. Bevorderd tot de heerlijkheid, zoals dat zo mooi gezegd wordt. En wat gaan we hem missen? Toen mijn vrouw Femke en ik laatst met Apen, Hanne en Liewe, opa's achterkleinkinderen, aan de Lindenstraat waren, schoof opa even aan bij de oudste twee jongetjes die in de keuken aan tafel speelden. Ik legde dit moment stiekem van een afstandje even vast op film. En dat is nu zo waardevol gebleken. Opa pakte in het korte filmpje twee diertjes en zegt tegen de jongens: kijk, dit is familie. Die horen bij elkaar. En zo is het helemaal. Wij zijn verbonden met hem, ook al is hij nu niet meer hier. Iets van opa Rob zit in ons, als kleinkinderen en in zijn achterkleinkinderen. We zijn familie, we horen bij elkaar. Opa die dichtte de prachtigste gedichten voor ons. Iedere verjaardag kregen wij één. Wij zijn niet zo goed met woorden als hij, maar toch wil ik afsluiten met een gedicht. Ik heb gekozen voor een gedicht van Toon Hermans. De bomen komen uit de grond en uit hun takken de twijgen. En iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen. We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd dat alles wat sterft zal bloeien. See you.
Maker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is u. Inge, mag ik jou uitnodigen om iets te delen over het leven van oom Rob? Lieve Kokkie, lieve Rolinka en Charles, lieve Thijs, Femke, jongens, lieve Janice, Luc, Maureen, Edwin en Maud, Roland en Joost, lieve familie hier in de zaal, maar ook familie en buren en vrienden en kennissen die meekijken via de livestream. Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om woorden uit te spreken, die uitdrukking geven aan wat zoveel met mij beamen, als het gaat om de grote waarde en betekenis die Rob heeft gehad binnen de kerkgemeenschap van de Hoeksteen. Oom Rob, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf, en ook al mijn leeftijdgenoten tussen de 50 en de 60, eigenlijk nog altijd Rob op deze wijze bleven aanspreken. Oom Rob en tante Kokkie, een begrip van een generatie binnen de Hoeksteen.
Zelf zeiden ze tegen ons, joh, zeg nou niet steeds meer opa no, of opa noma. Zeg nou niet steeds meer oom en tante tegen ons. Hè, maar gewoon Rob en Kokkie. En we zeiden, ja, dat is goed. Maar steeds weer opnieuw deden we het toch weer automatisch. Warm en liefdevol werden we omarmd. Altijd een luisterend oor. Oprechte interesse. We konden rekenen op wijze raadgevingen tijdens een persoonlijk gesprek. Er werd met ons en voor ons gebeden. We werden gastvrij thuis onthaald. Ontvangen met koffie en thee en inderdaad altijd iets lekkers erbij. Dat was perfect georganiseerd. Mijn eigen herinneringen aan Rob gaan terug naar de tijd dat ik als 17-jarig meisje bevriend raakte met Rolinka. Ik kwam veel bij jullie thuis. Ik at mee aan jullie tafel. Ik luisterde naar de Bijbelverhalen die Rob na de maaltijd voorlas. Ik ging mee met jullie op zelfvakantie. We aten samen paling op het dek. Jullie gaven mij het gevoel dat ik erbij hoorde. Op een hele natuurlijke manier. Rob en Kokkie maakten als oudste deel uit van de jeugdleidersgroep binnen de Hoeksteen. Onder zijn bezielende leiding werden zomervakanties met de jeugdgroep georganiseerd. Rob zorgde voor een sportieve en een geestelijke lading. Er kwamen prachtige huwelijken en hechte vriendschappen uit voort uit deze tijd. Met zijn integere en bescheiden persoonlijkheid, met zijn warme belangstelling en oprechte interesse in mensen, door zijn kennis van en liefde van Gods woord, was Rob van grote betekenis in onze geloofsopbouw. Rob was een echte leraar en een liefdevolle herder van de kudde. Gods woord werd levend als Rob er uitleg aan gaf. En het beeld dat mij voor ogen komt als ik aan Rob denk, dat zei ik tegen Roel, als ik aan Rob denk, dan denk ik aan het beeld van zijn handen. Hij had grote, sterke handen. Rob praatte met zijn handen. Zorgvuldig koos hij de woorden die hij sprak. En met zijn handgebaren beleefde hij en benadrukte hij die woorden. Het waren krachtige handen. Zegenende handen. Liefdevolle en troostende handen. Handen die dragen. Handen die verdragen. Warme vaderhanden. Op zijn vaste plek in de zaal kon je Rob uittekenen. Geconcentreerd luisterend. Vier rechtop. Stil aanwezig. In de laatste periode wat meer afgesloten van alles wat er om hem heen gebeurde. Maar als je hem opzocht in de zaal om even een praatje te maken, dan leefden zijn ogen en zijn gezicht op. Hoe ontroerend was het beeld als hij God aanbad tijdens het zingen. Er is een lied dat in mijn gedachten kwam toen ik dit voorbereidde. Een lied, een tekst uit het gedeelte van het lied Vaderhart. En als ik in uw ogen kijk, dan daagt voor mij het koninkrijk. U draagt mij in uw vaderhart. Hoe kan ik danken voor uw trouw en zeggen hoe ik van u hou? U draagt mij in uw vaderhart. Vader God, o eeuwige Vader God, voor altijd ben ik bewaard als u mij omarmt. U draagt mij in uw vaderhart. Lieve oom Rob, dank je wel voor wie je voor ons bent geweest. Dat je jezelf en het leven van God met ons gedeeld hebt. Lieve familie, hoe groot moet het gemis inderdaad zijn van Rob voor jullie. Maar wat je zei, Thijs, is waar. Je blijft familie met elkaar en hij leeft in jullie door. En we wensen jullie heel veel troost en heel veel liefde toe. Inge, dank je wel. We zullen luisteren naar een bijdrage van de heer Hans Boerstra. Ik wil u uitnodigen om dat met ons te doen. En daarna zullen we luisteren naar een lied wat ook Rob uitgekozen heeft, wat hij wilde laten horen. The Servant King, een instrumentaal nummer. Ik mag u uitnodigen.
Dag, lieve Kokkie. En Edwin en Roland. En Rolinka. Ik ga een klein stukje maar vertellen over een stukje gezamenlijk leven. En voor ons begon dat in 1961. Weet je nog hoe oud je was, Kokkie? En weet jij het nog, Rolinka? Rolinka en Kokkie en Rob, die kwamen wonen in het dorpje Ifargunum. Dat is een dorpje dat ligt tegen het cycloopgebergte op Nieuw-Guinea. En ze kwamen uit Serui, een eilandje dat ligt ten noorden van het land Nieuw-Guinea. En daarboven ligt Biak. En op Biak kwamen wij aan met het vliegtuig. Ja, en jullie kwamen toen terecht op het eiland Serui. Ja. En Gijske Koopmans, dat was mijn echtgenote. En ik zijn getrouwd in 1955. Toen waren jullie nog niet getrouwd. En wij zijn vrijwel met één na het huwelijk vertrokken in februari 1956 dus, naar Nieuw-Guinea. En daar kwamen we terecht op Joka. Een dochter van ons heet Joka. Joka betekent eigenlijk visdorp. Wij woonden daar aan het Sentani-meer. En dat Sentani-meer was eigenlijk helemaal geen meer. Het was van oorsprong, was het een baai. En in die baai, daar zijn de vissen en de krokodillen en de zaagvissen achtergebleven. Die konden er niet meer uit. Dus daar kwamen inderdaad hele grote dieren voor. Nou, daar hebben wij 4 jaar gewoond. Daar is Klaas geboren, daar zit hij, in 58. En daar is ook Joka geboren, ons dochtertje. En na ons verlof, we kregen verlof in, ik moet de jaartallen goed zeggen, in 1960... Toen kregen we verlof en toen kwamen we na het verlof terug op Nieuw-Guinea. En toen zeiden de schoolbeheerders, je moet naar een andere plek toe, Ifargunum. Want daar moest gesticht worden een school voor Papua-onderwijzers en onderwijzeressen. En daar begon ons gezamenlijk verhaal, want wij woonden nog maar pas op Ifargunum. En die Gunum, die berg, die was hoog hoor, 3000 meter. En wij woonden tegen de flank van de cycloop. Daar kwamen Kokkie en Rob en dat kleine meisje, en die had toen prachtige krulletjes. Wij noemden dat pijpenkrullen. Klopt dat?
In mijn herinnering waren het lange, mooie krullen. Ja. Je weet het niet meer, hè? Of weet je het nog wel? Nee, jij was al heel erg klein. Dat is nu 60 jaar geleden. Ja. En nou even vertellen hoe wij daar kwamen wonen. De Amerikanen die in opmars naar Japan toe ook Nieuw-Guinea gebruikten als basis. De Amerikanen hadden op Ifar zogenaamde Quonsets gebouwd. Je kunt je voorstellen, eigenlijk een hele lange, op zijn doorgesneden kant, een hele lange, zinken, ronde ton. Ze noemden dat in het Amerikaans dus Quonsets. Maar wij Nederlanders noemden het nishutten. Nishutten, er zaten allemaal uitbouwseltjes aan. En achter het ene uitbouwseltje zat een keuken. En weer achter een ander een kamer. En daarachter weer een badkamer, zoiets. En die quonsets die waren ontzettend heet. Overdag scheen die zon daar op dat zink. Nou, dan was het bijna niet te harde, hè. Maar 's nachts, dan vertrok die warmte. En dan werd het koud. Dus wij maakten daar in de tropen zowel de hitte als de kou mee. Ja, nou even een slokje water, hoor. Hoe kwamen nu Rob en Kokkie in Ifar terecht? Wel, jullie werkten daar ook in het onderwijs. En nou weet ik eerlijk gezegd niet precies meer, maar was dat een jongensvervolgschool met internaat? Het was een basisschool. En toen, zo ging dat op Nieuw-Guinea, dan kwam er een bericht vanuit de zendingsleiding van meneer Rob, we hebben iemand nodig in Sentani. En Sentani ligt in het dal van de cycloop. En daar kwamen ze. Nou, dat vonden wij wel erg leuk. Ja, en dat klikte ook meteen. Ik zie nog Rob, want ze hadden, en dat was wel heel luxe eigenlijk, meteen een scooter aangeschaft. Want Rob die moest de berg af. Nou, dat ging vrij makkelijk. Daar had je een motortje nauwelijks voor nodig. Maar om de berg weer op te komen, had hij een scooter nodig. En dat gebeurde. En ik herinner me nou nog de eerste indrukken. Ik reed wel eens met hem mee. Waarom, dat weet ik niet. Ik was wel een beetje nieuwsgierig, geloof ik. Maar ik mocht met hem meerijden. En dan bij Rob, achter op de scooter. Nou, dat ging heel rustig. Heel vertrouwd. Ik denk, nou, deze man, daar kun je opbouwen. Ja. En nou tussendoor even, later, toen ze in Arnhem kwamen te wonen en ik bij hem in de auto stapte, toen dacht ik, is dit diezelfde meneer? Toen was het een stadschauffeur geworden. Ja. Even verder kijken. Rob werd dus hoofd van een school voor Papoea-kinderen in Sentani.
Dat ligt dus in het dal van de Cycloop. En ik was begonnen dus aan die school die bekostigd werd door de Verenigde Naties, dus internationaal, om zo snel mogelijk Papua meisjes en jongens op te leiden. En daar kwam ook naartoe Mart Bijlsma, een onderwijzeres. En die had al meegemaakt dat het gevaarlijk begon te worden, want die kwam vanuit Teminabuan, helemaal aan de westkust van Nieuw-Guinea. En daar kwamen de eerste Indonesische parachutisten, want die wilden ons eruit hebben. Want, en dat moet ook wel gezegd worden, eigenlijk was een heel groot deel van de wereld erop tegen dat wij Nederlanders daar nog een kolonie hadden. En ik moet u zeggen dat ik de indruk heb dat die tijd, die koloniale tijd van de Nederlanders, misschien wel de meest humane, positieve tijd is geweest van de koloniale periode. Want de Nederlanders hadden ontzettend veel over om de Papoeas hun eigen land te gunnen. Maar het ging niet door. Want Amerika, die vond dat maar niks. Ik ga het nu wat verkorten, hoewel Rolinka tegen mij zei, je krijgt alle tijd. Ja. Nou, wat ik wil zeggen is dit. In augustus 62, we hebben daar een hele fijne tijd gehad. Niet lang, maar heel fijn. We konden veel voor de Papua-kinderen doen, veel voor elkaar. Het was echt heel fijn. In 62 gingen Kokkie en Rolinka terug, samen met Gijske, met Klaas en Joka. Joka is niet hier. En die vlogen terug naar Nederland. Want het werd volgens de berichten te gevaarlijk. En Rob en ik zijn nog een poosje gebleven. Rob korter. En ik herinner me nog dat Rob wegging. Tranen. Ja. Tranen. Zo verschrikkelijk vonden we dat. Maar hij wilde ook heel graag naar Kokkie toe. Ja. Nou, ik zal mijn verhaal afkorten. En nu zeggen, nog steeds is het verhaal Nieuw-Guinea steeds binnen ons. We konden elkaar niet ontmoeten zonder over Nieuw-Guinea te praten en over de Papoeas. En we hebben al die tijd in Nederland, Arnhem, Doorn, contact onderhouden. Geweldig. En nou, nu plots, heel plots, moeten we afscheid nemen van Rob. In 2016 is Gijske overleden. Ja. En nu is Rob zo plotseling overleden. Die ondernemende Rob
die rustige Rob. Die Rob die zo'n oog had voor zijn medemens. Net als Kokkie. Wat een hecht stel. Zo. Fijne kinderen. Zowel bij jullie als bij ons. Wat een zegen. En Rob blijft in onze herinnering. Geweldig. En nou kwam ik een gedicht tegen. En Rob was zelf ook een klein beetje een dichter. Nou, een klein beetje. Dat laatste gedicht op de kaart. Zo geweldig. Ja. Ik kwam een gedicht tegen van dichter Hans Bauma, een predikant van huis uit. En daar stond iets in waarvan ik dacht, dat past helemaal bij Rob. Als je maar weet wat delen is. Delen om te helen. Als je deelt en als je vermenigvuldigt. Als je maar weet wat alles overtreft. Wat je tooit. Tooit als een boom. Wat je voltooit. Vriendschap, liefde, glimlach van God. Genoeg om mens te zijn. Prachtig. Onherroepelijk mens. Adieu. Mooi woord, adieu. Tot bij God, Rob. Wat zullen we, Rob, missen? Thank you.
Rob was een man van geloof. Een geloof wat hij in zijn leven met vallen en opstaan heeft laten zien. En zoals hij op de kaart heeft laten zetten en zoals hij in dat gedicht verwoord heeft, heeft gezegd van mijn tijden zijn door God gegeven. En ik vind het mooi dat hij dat geschreven heeft, ook naar aanleiding van een psalm uit de Bijbel. Psalm 31, vers 15 en 16, die zegt het inderdaad. U bepaalt hoe lang ik leef. Verlos me van mijn vijanden, achtervolgers. Laat uw licht over mij, uw dienaar, schijnen. En bevrijd mij door uw goedheid en uw trouw. En dat is wat we terugzien en teruggehoord hebben ook over hoe hij was. Wie Rob was. Een onderwijzer in hart en nieren, met een groot hart voor kinderen. Maar ook binnen de gemeente die onderwijzer, met een hart voor kinderen, voor jongeren. En hoe vond hij het niet prachtig om, zeg maar, tijdens de zondagen de kinderdiensten te leiden, om de jeugdgroep te leiden, om daar kwijt te kunnen wat hij van God ontvangen had. En dat hij niets liever wilde dan dat hij mensen kon vertellen van de liefde van Jezus. En hij vond het heel lastig toen hij voorganger werd in de gemeente in 1992, dat hij dat kinder- en jeugdwerk los moest laten. Maar hij wist ook, en dat heeft hij ook in dat gedicht verwoord, hij wist ook, de Heer bepaalt de fase in mijn leven. En elke keer weer heeft God nieuwe fases in de mensenleven, waarvan hij zo duidelijk wist van, oké, dit is een nieuwe fase en wat geweest is, is geweest en mag ik afsluiten. Wat ik zo in hem bewonderd heb, was dat hij keek naar mensen door Gods ogen. En hij wilde niets liever dan de stem van God verstaan. Hij wilde niets liever dan Jezus te volgen in het voorbeeld wat hij gegeven heeft in de Bijbel. En ik heb wel begrepen afgelopen zondag toen jullie aan het wandelen waren, dat onder het viaduct bij de A12 hij zei, ja, we zijn bijna thuis. En op dat moment haalde de Heer hem thuis. En samen met jouw kok heeft Rob leiding gegeven aan de Hoeksteen. Eerst als oudste en later als voorganger. En wat al genoemd is, is zijn voorbeeld voor het woord van God en voor zijn liefde voor God. Maar ook hoe hij vanuit zijn zachtmoedigheid, wat ik net al zei, door Gods ogen naar mensen keek. Hij was niet veroordelend. En hij oordeelde niet over mensen. Terwijl ik van dichtbij ook weet dat er situaties waren in mensenlevens waar hij het absoluut niet eens was met wat mensen deden. Maar hij oordeelde daar niet over. En we hebben gehoord ook hoe jullie gesproken hebben over zijn zachtmoedigheid. En wat ik hoorde van jullie Edwin en van jou Roland, van hij is nooit boos geweest. Niet op ons, maar ook niet op anderen. En wat ik mooi vond, Edwin, was dat je vertelde aan het begin van je maatschappelijke loopbaan, dat je wel eens dacht van, pa, kom op met je mening. Kom op, hoe denk jij erover? En dat je gezien hebt hoe hij niet oordeelde. En dat je zegt van, wauw, ik ben het gaan waarderen. Hoe hij dat heeft kunnen doen. En het is een voorbeeld voor een ieder van ons. Omdat we als maatschappij soms zo vol van oordelen zijn. En Roland, dat jij benoemde. Je kon altijd bij hem terecht. Hij stond altijd voor je klaar. Er was altijd een luisterend oor. En wat ook mooi is, is dat jullie alle drie gezegd hebben, we hebben uit kunnen spreken naar onze vader wat we altijd hebben willen doen. En er is ook niets
wat onbesproken geweest is. Annegien, mijn vrouw en ik hebben het voorrecht gehad om een aantal jaren heel intensief met jullie op te trekken. En Rob heeft mij de kneepjes van het voorgangerschap geleerd. Samen hebben we heel veel mooie dingen meegemaakt. We zijn op de toppen van de berg geweest, maar we zijn ook samen in de diepe, diepe dalen geweest van het samen gemeente zijn. Maar elke keer weer opnieuw, ook al zaten we in het diepste dal, zei Rob, maar ik wil Jezus voorbeeld volgen. En ik wil hem eren om wie hij is. Net al gehoord van Rolinka dat er veel gewandeld en gefietst werd. Jullie hebben Nederland doorkruist. En als we dan weer eens een keer, en in die tijd waren er nog wel eens behoorlijk wat studiedagen, en dan gingen we naar het westen van het land, en dan reden we met z'n vieren. En waar we ook reden, heb je hier wel eens gefietst? Heb je daar wel eens gefietst? Mooie route hoor, hier. Het is hier prachtig. En ik dacht van, wow, ik heb nog wel veel te ontdekken in dit mooie land. Wekelijks bij elkaar op de bank. Denk zo'n 5, 6 jaar lang om te overleggen. Hoe gaan we de gemeente verder leiden? Hoe gaan we de gemeente verder brengen? Wat zijn nieuwe onderwerpen? Wat gebeurt er in christelijk Nederland? Waar moeten we op inspelen? Samen bidden, samen zoeken. Wat het woord zo mooi zegt, namelijk zoeken naar het plan van God voor zijn gemeente. Hele kostbare momenten. En hele kostbare herinneringen. Wat ook al gezegd is, Rob was punctueel. En hij was van het archiveren. Alles netjes rubriceren. Tot hij, ik denk een jaar, anderhalf jaar geleden, mij belde en hij zegt van, Jan-Willem, luister, ik heb heel veel studies gedaan en ik heb ze staan, maar ik doe er niks meer mee, ik kan er niks meer mee. Wil jij ze hebben? Kom maar kijken wat je wil hebben. Nou, ik hoef dit niet uit te zoeken. Ik heb ze gewoon allemaal meegenomen. Zo kostbaar wat hij ontdekt heeft in Gods woord en allemaal keurig op een rij gezet heeft. En dan die checklist die hij gemaakt heeft. In zijn periode als voorganger maakte hij een checklist. Als er iemand begraven wordt, denk daaraan, denk daaraan, denk daaraan. Hij heeft alles op een lijstje gezet. En dat ging bij opdragen voor kinderen. Dat ging bij het dopen van de mensen in de gemeente. Dat ging bij het inzegenen van oudsten en diakenen. En lieve mensen, wat belangrijk is het om te archiveren, want vandaag de dag gebruik ik ze nog steeds. En draag ik ze zo meteen over aan het nieuwe leiderschap in de gemeente. Iets wat van zijn hand komt. En wat ook door gaat leven in de gemeente. De overdracht van het voorgangerschap destijds, lieve Kok, verliep anders dan dat jullie hadden voorgesteld en dan dat wij ons hadden voorgesteld. Maar uiteindelijk heeft God ervoor gezorgd dat het toch goed gekomen is. En Rob is samen met jou, Kok, voor Annegien en mij een voorbeeld geweest in het volgen van Jezus, wat er ook op je pad komt. Ook toen jullie het voorgangerschap neerlegden. Rob heeft steeds gezegd, als ik mijn voorgangerschap overdraag, dan ga ik de gemeente uit om het nieuwe leiderschap de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. En toen het eenmaal zover was, kwam hij op een dag bij me en hij zei, Jan-Willem, als ik me nou eens heel netjes gedraag, mag ik dan blijven? In mijn tijd als voorganger, de afgelopen 20 jaar, heeft Rob zich nooit bemoeid
met het leiderschap. Ik kom bij hem terecht voor advies. En dat heb ik zeker in mijn beginperiode als voorganger veelvuldig gedaan. En elke keer vond ik een luisterend oor en kreeg ik advies. En hij zei altijd, het is een advies. Jij moet doen en jij moet overleggen met de Heer wat goed is voor jou in deze tijd. En ondanks het feit, lieve mensen, en dat, daar komt weer terug dat hij niet oordeelde en dat hij altijd de ander uitnemender achter dan zichzelf. Ondanks het feit dat ik wist dat Rob het lang niet altijd met mij eens was, heeft hij me vrijgelaten in mijn eigen ontwikkeling als voorganger. En hoe knap is dat? En wat een voorbeeld laat hij daarin na. Een voorbeeld wat ik zelf mee mag nemen als ik volgende week mijn voorgangerschap ga overdragen. Om ook diezelfde houding te hebben die jullie beiden mochten aannemen nadat jullie het voorgangerschap hebben overgedragen. Een kostbaar voorbeeld wat ik heel graag ter harte neem en ook wil laten voortleven in de gemeente. We mogen geven en beminnen. Zijn voorbeeld volgen al de tijd. Hem eren en met hart en zinnen zijn toekomst ingaan. Eeuwigheid. Over dat laatste heeft Rob heel veel nagedacht de laatste jaren. En heeft hij over gestudeerd, heeft hij over gepreekt. En afgelopen zondag is Rob van dat aardse leven overgestapt naar dat eeuwige leven bij zijn geliefde Heer. En lieve mensen, als je hier zit of als je meekijkt op de stream. Misschien ken je God niet als jouw hemelse vader zoals Rob hem gekend heeft. En misschien is er ook door u of door jouw hoofd gegaan van waar ga ik heen als ik straks doodga? Jezus, die gaf zijn leven voor ieder mens. Voor u, voor jou, voor mij. En wie dat plaatsvervangend sterven van Jezus accepteert in zijn leven en wie op hem zijn vertrouwen stelt, wordt met God verzoend. De kloof die er was met God, een leven zonder God, is overbrugd door de Heer Jezus. En in Johannes 14, vers 6 zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En de mens die mag zich door geloof in Jezus een kostbaar kind van God weten. Een dankbaar kind van God. Dat is genade. Dat brengt licht in je leven en vertrouwen op God. Hij zorgt ervoor dat hij een schuilplaats voor je is. De schuilplaats waar Rob vele malen over gesproken heeft en waar hij zo naar verlangde en waar hij nu is, eeuwig thuis. Amen. Sjaal, mag ik jou uitnodigen?
Charles, dankjewel. Goed, we zijn gekomen aan het eind van dit uur van samen zijn. Er volgt straks na de zegen de huishoudelijke mededelingen die Corrie met ons zal delen. En ze zal uitleggen hoe we het zullen doen in deze coronatijd met betrekking tot het condoleren. En hoe we dat zullen doen ook met het vertrek zometeen naar de begraafplaats Heiderust. Goed, zo met elkaar gaan staan en ook de zegen van onze hemelse Vader ontvangen voor de rest ook van deze middag. Heer, dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel, Heer, dat we ook uw grootheid gezien hebben in het leven van Rob en dat we dat terug mochten horen in de verhalen die we gedeeld hebben met elkaar. Dank u wel, Heer, dat u hem een veilig thuis biedt. Heer, daar waar uw woord ook zegt dat u een woning voor ons bereid hebt. U hebt een woning bereid voor Rob en daar mag hij nu wonen, dicht bij u. Heer, dank u wel dat als we ook zo meteen toch best de zware gang maken naar de begraafplaats om daar Rob zijn laatste rustplaats te geven. Heer, dan wil ik u zo bidden dat u Kokkie, de kinderen, de kleinkinderen, Heer, dat u ze zo zult dragen, dat ze vanuit uw rust en uw vrede ook die weg mogen gaan. In de wetenschap, Heer, dat u erbij bent. Dank u wel dat u ook bij in ieder van ons bent, die meegaat of die in gedachten erbij zal zijn. Dank u wel voor uw zegen. En zo zegen ik jullie als gemeente in de naam van Jezus met zijn rust en met zijn vrede, maar ook met zijn aanwezigheid en zijn liefde en trouw in jullie levens. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.